allemaal, mijn naam is Sophia en deze week nemen we weer een kijkje bij de laatste fall, winter, fashion en beauty trends. Ook heb ik weer een social media account die jullie moeten volgen. Welkom bij Fashionista Nieuws. De volgende fashion trend is een item wat al jarenlang een klassieker is, namelijk de trenchcoat. In Nederland zit het weer er vaak net tussenin, waardoor in het herfstseizoen een winterjas veel te dik is. Dat is wanneer de trenchcoat een must-have is. Dit seizoen zien we de trenchcoat vooral in donkere tinten. Op de catwalk zien we de trenchcoat bij Martin Brandt, Valentino en Nina Ritchie. En dan het social media account. Deze week is dat de blog van ChicksLoveFood. De blog bestaat uit heerlijke simpele recepten van baksels tot salades en warm eten. Ook hebben ze een handige lijst met etentjes die zij aanraden aan hun lezers. De beauty trend die ik deze week aan jullie meegeef is de Ultra Natural Lip. Dit is een nude lip met een peachy of roze finish. Door My Lips But Better lipstick kleur te kiezen, heb je een verzorgde look en het is super simpel. Wat we ook vaak op de catwalk zien is dat modellen helemaal geen lipstick of lipgloss dragen. De beauty trend zien we bij Allude, Dolce & Gabbana en Ellie Saab. Dit was het weer en je bent weer helemaal up-to-date. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Fashion News. Klik hier om naar de vorige aflevering van Fashion News te gaan en klik hier voor een leuke video van Carré. Tot volgende week!